Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik hier met Rowan, Rutger en Jordi op een geheime plek waar ik zelf niet weet waar we zijn. Jordi, kan jij eens meer uitleg geven waar we zijn? Aan de kijkers natuurlijk. Dit is dus de Philips. Maar ja, vertel verder. De kijkers zijn wel heel interessant. Een oude fabriek waar je heel vette beelden kunt nemen. Nou dankjewel. Dus we gaan dadelijk kijken wat we vette shots kunnen maken. Want kijk maar even zelf, daar heb je een grote, hoe heet dat? Een grote fabriek, laat het zo noemen. En daar heb je een fucking watertoren waar ik eigenlijk wel heen wil. We hebben hier onze auto's geparkeerd, daar is mijn auto en hier is de auto van Jordi. Dus dan gaan we vies vette shots opnemen en dat gaan jullie allemaal zien. Dus blijven kijken is het boodschap. Zoals jullie kunnen zien ben ik hier in een verlaten medisch centrum. En als je hier even kijkt, dit is één gekke shit hier. Je hebt hier kamers, je hebt hier één grote hal. Geen idee waarvoor dat diende. En daar waar de boys zijn, dat is toch allemaal shit. En het is één grote gekkigheid hier. Want als jullie... What the fuck? Je loopt hier verloren, ouwe. Nou, ik ga de boys volgen, want ik loop mezelf gewoon verloren. Dat weet ik zelf al. Ik volg Rutger en Rutger volgt Jordi. Deze is gek, die kan echt vette dingen maken. Oh, yo! Doe alsjeblieft normaal! Doe alsjeblieft normaal! Ik vind de geluidjes wel extra leuk. Of niet? Ik heb zin om alles hier te verkennen, jongen. Oh, yo. Vergaarde zaal. Hallo, pizzeria? Dat ik dit mag meemaken. Check. Dat was de eerste plek waar we geweest zijn met z'n allen. Jordi heeft alle sleutels en dit is het medisch centrum wat jullie kunnen zien. Maar dit is nog één grote rij waar we dadelijk misschien daar naar boven gaan. Fucking vliegtuigen, hey! Maar daar kan je ook nog heen en daar ook. Maar ik weet niet wat nog mogelijk is. We gaan luisteren wat Jordi zegt en kijken waar we heen kunnen. Het is zo groot, jongens en meisjes. Het gaat nergens over. En zoals je kan zien, hier is... Elk kluisje heeft gewoon zijn eigen naam. Wils, Monten, Van den Berg, Pukkie, Bosmans. Maar dit praten we zeker over 10 jaar geleden. Of hoe lang geleden was het? Dat hangt er vanaf. Want jij zei net dat het over Philips ging, maar ik weet niet hoe lang dat geleden is. Het is nu ongeveer een 5 jaar geleden dat dicht is. 5 jaar, jongens en meisjes, dat is gek, hè. Dat we hier nog kunnen zijn, dat vind ik wel een mooie gelegenheid. Hij heeft de coole naam. Dit is wel een vet gaaf uitzicht. Jullie zien mij hier in de spiegel. Hallo kijkers, hallo. We lopen hier naar boven toe. En zoals jullie kunnen zien is dit één los pand. En dit is vet gaaf. Hier moet ik op kunnen. Hier moet Alwin Maas echt wel op kunnen. Ik ga even kijken of ik hierheen kan. Nee. Nee. Nee, ik kan er niet naar boven. Ik wist het. Ja, ik was schok wel hoor. Jordi vertelde me net dat hier allemaal zonnepanelen lagen hier op de hang. En hier staat gewoon random een vrachtwagen. Ik bedoel, zou er iemand in zitten, boys? Ik denk het wel, hè? En eindelijk, jongens en meisjes, zijn we bij het punt aangekomen waar ik al heel de dag op wat wachten was. Jordi heeft me verteld dat dit hier 8 verdiepingen hoog was. En dat lijkt me super kicken. Gewoon hier naar boven gaan. Want daar heb je al iets fucking gaafs. En daarboven nog zelfs. Dus, let's fucking do this. Oké, dit was vroeger een lift volgens mij. Dit was een lift, hè? Het was vroeger een lift, maar nu eigenlijk een lift. Oké, lekker. Oh, yo! Het stinkt wel naar zo'n oud verlaten gebouw. Maar ik ben redelijk benieuwd. Wat we allemaal gaan tegenkomen. That view, though. What? Holy shit, hier. Lego boys, ik heb een nieuwe job gevonden. Oh. Maar daar is Rowan. Rowan. Beetje aan het shooten. Samen met zijn mattie Rutger. Ik weet niet waar Rutger is. Oh, Rutger staat daar. En Jordi zit heel de boel af te breken hier. Maar die zie ik niet, dus. Oh, daar is Jordi. Hey Jordi, hoe is hij? Ja. Jongens, wie wil de Call of Duty spelen? Wij zijn gestopt, boys. Kijk even. Hallo. Wacht je toen? Ik denk gewoon wat. Ik weet niet wat hij is. Ik denk doodgevallen of zo. We're going up like a Tuesday. Swat going up on Tuesday. Like a girl.
Oh, gewoon. Derde etage, jongens. Wat hebben wij hier? Waar? Oh, hier. We on the rooftop, baby. Wat een uitzicht. Holy shit. Ik wil je even laten meegenieten van welk uitzicht ik heb hier boven op het dak. Want we staan op het dak, maar we kunnen zelfs nog een etage hoger. Maar om het even te laten zien aan jullie, kijk maar even zelf. Wauw. Dit is echt geweldig. Holy shit. Je hebt hier drie van die soort van uitkijkpalen waar vroeger allemaal mensen stonden om te... Ja, ik weet niet waarom. Moet ik daar eens vragen. Maar gewoon dit uitzicht. Wow, dit is echt sick. En zelfs daar zie je dat. Dan kan je daar helemaal omhoog. En ik weet zeker dat we dat gaan doen. Oeps. Het keer hoogte is. Ja, toch wel. Kijk man, kijk die bossen, kijk de uitzicht, kijk die bergen die er onderaan. Ouwe, ik schijt ermee. Gewoon niet naar beneden kijken, gewoon gaan. Ja, eigenlijk. Gewoon gaan. Oh, ouwe, wat is dit hier? Dat is gewoon een groot veld hoor. En, hoe voelt je nu? Ik heb eigenlijk geen mening voor, man. Ik zeg de shake overal. Nee, dat is eigenlijk ook shake. Ik heb hier daar een platform, hier een platform, hier heb je een platform. We kunnen daar naartoe. Jongens en meisjes zijn tot een stuk gekomen en hun zijn al vertrokken. Dit is een zelfmoordactie. Maar ik heb toch hoogtevrees gekregen, maar ik ga het toch doen voor de views. Wat? Ik ga het van jou geven, Rutge. Ja. We zijn hier op het dak. Hey! Niet roepen! Alwin! Ja? Oh! Doe maar rustig, jongen. Filmpjes die zo versneld zijn. En die wonden zijn. Het is hem niet geworden, jongens en meisjes. Jord heeft het wel gedurfd, Rowan ook. Hij is leeg, hij filmt niet goed hoor. Ik heb boven een. En hij ook. Het is netjes lekker handen wassen. Maar kijk even hoe hoog die trap is. Ik bedoel maar. Zo jongens en meisjes, dat was het einde van de dag.